Martijn Makke U heeft een oproep gedaan. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, nou het is zo. Uh, de winkel uh, met de opslag uh, moet bij 31 januari leeg. Ik moet heel Wat voor winkel heeft u? Uh, meubelzaak. Makke interieurs, En die moet leeg. En uh, ja, we hebben uh, hier. Heb ik dan. Uh, voor het historisch festival. Iets opgeslagen. Na de laatste. Na de laatste editie. Uh, dat betreft. De. Plag en hut. Van, uh, die we daar uh, hadden staan. En ja, daarvoor zoek ik. Opslagcapaciteit. Ja. Wat voor functie heeft de Plaggehut? Nou ja, de Plaggehut heeft gediend als Plaggehut zoals die vroeger was. Helemaal nagebouwd uh, uh, hoe men ten tijde van uh, Pieperiet in rond 1800 leefde. En die is door de scouting nagebouwd op uh, eigenlijk nagenoeg authentieke wijze. Uh, zag men daar een mooie oude Plaggehut? De vraag uh, werpt zich op als het ware: wie was Pieperiet? Uh, Pieperiet is de laatst veroordeelde. Uh, althans, ter dood veroordeelde in Almelo, die in 1818 ter dood veroordeeld is. Hier in Almelo. Wat had hij gedaan, of liever gezegd, misdaan? Hij heeft uh, een uh, rechter omgebracht uh, 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 bij, uh, bij Delden. En, uh, en uh, ja, hij is dus uh, uiteindelijk uh, ja, omgebracht. Terug naar het hout van de, de Plaggenhut. Uh, wat moet er meer gebeuren volgens u? Uh, nou ja, het mooiste is als uh, iemand zegt van nou, ik heb een wat grotere schuur, uh, die daar bereid is daar wat ruimte voor vrij te maken en waar het gewoon twee jaar of drie jaar mag staan. Uh, dat betreft dan een ruimte van uh, 2,40 meter, uh, 60, 2 meter 40 hoog bij zeg 5 meter bij een, mee, uh, bij een meter breed totaal. Uh, uh, met, met een klein beetje de dakbedekking. Dus het is eigenlijk 5 bij 2,40 bij 1 meter. Die ruimte hebben we nodig. Nou, oh, u mag een oproep doen wat mij betreft. Nou ja, mocht iemand uh, bereid zijn om de ruimte beschikbaar te stellen. Uh, en en uh, het mooiste ook nog niet op kan halen. Want ik heb zelf wel transport, maar dit is toch vrij groot. Maar die uh, even ons meer wil helpen. Dat zou jammer zijn. Scouting heeft hier heel veel tijd en geld en energie ingestopt. En we kunnen het weer hergebruiken voor eventueel een volgende editie historisch festival. Dus de oproep is, alsjeblieft help ons hiermee uh, En dan kunnen we dit behouden ook voor een volgende editie. Dus uh, dan kan de plaggeurt weer een rol spelen in een volgende editie van Historisch Festival Almelo. Ja, wat ons betreft, als organisatie wel. Dus uh, dat zou mooi zijn.